Je bent waarschijnlijk niet de enige die moeite heeft met thuiswerken. Tegenwoordig is het bijna niet anders. Maar hoe blijf je nou productief en gemotiveerd? In deze video ga ik een aantal tips met jullie delen die voor mij werken en hopelijk ook voor jou. Ontwikkel een fijne ochtendroutine voor jezelf. Ik word elke dag ongeveer rond een uur of 7, 7:30 wakker. En dan ga ik me klaarmaken voor de dag. Ook al ga je de deur niet uit, maak jezelf gewoon klaar. Doe je haar leuk, doe een leuke outfit aan, doe eventueel make-upje op. Zorg voor een vaste werkplek in huis. Het is ontzettend aantrekkelijk om in bed of op de bank, op je laptop, aan school of aan je werk te zitten. Maar dit is niet bepaald een productieve houding. Probeer een vaste werkplek te creëren, zoals aan je bureau of aan de eettafel. Ik kan heel goed begrijpen dat niet iedereen een planner is, maar het is ontzettend fijn om een overzicht van de dag te creëren. Ik maak altijd een planning. Oh ja, te chill. Prima. Hierbovenin zet ik altijd neer wanneer ik dan tijd heb dat ik iets moet doen. En eronder wat ik dan die dag echt af moet hebben. Oh, dat is wel handig inderdaad. Wat ik altijd doe is een haalbare planning maken. Oh, ja. Dus ik plan gewoon echt in. Als ik bijvoorbeeld mijn lesvoorbereiding, die probeer ik eigenlijk zo vroeg mogelijk al af te hebben. Dus eigenlijk al 3-4 dagen voor de les. En dan kan ik eigenlijk daarna gewoon al mijn randdingen doen. Dus samen. Dat soort dingen. En samenvatten doe ik altijd gelijk na de les. Want bij studie is het zo dat je eigenlijk gewoon al opgelegd hebt leren. En ze werken aan de hand van hoofdstukken elke les. Dus die hoofdstukken probeer ik ook zo goed mogelijk en zo snel mogelijk alvast samen te vatten. Dat ik aan het eind niet hoef samen te vatten. Slim. Noteer de avond van tevoren wat je precies de volgende dag moet doen of gedaan moet hebben. Zo heb je ook een reden om bijvoorbeeld vroeg uit je bed te gaan. En dat motiveert je ook om gelijk lekker aan de slag te gaan. Werk in blokken van 30 of 60 minuten. Mijn concentratieboog is ontzettend laag. Ik werk altijd 30 minuten aan een project of opdracht. En daarna 5 tot 10 minuten pauze. En dan weer 30 minuten. En dat doe je dan rond ongeveer, meestal begin ik rond 9:30. En dan tot 12 of 12:30. Mm-hmm. En dan ga ik lunchen. En dan zwakt mijn motivatie een beetje af. Dus dan ben ik rond 3 uur weer een beetje dat ik opgeladen ben. En dan ga ik weer verder. En ik merk vanzelf dat ik dan in de avond denk, als ik te weinig heb gedaan, ik ben nu nog even aan zitten en dan ga ik weer 30 minuten. Ik kan niet uren aan 1 taak spenderen of aan 1 schoolopdracht. Dus ik spreek altijd met mezelf af om maximaal 30 minuten of 1 uur aan een taak te spenderen. Want dan weet ik zeker dat mijn focus daar voor de volle 100% op ligt. En dat werkt een stuk fijner dan dat je gedachten ergens anders heen dwaalt. En dat je eigenlijk er helemaal niet mee bezig bent. Dus plan blokken in wat voor jou werkt. Of dat nou 20 minuten, 30 minuten, 1 uur is, misschien wel 2 uur. Maar zorg ervoor dat jouw concentratie niet afdwaalt. En als je merkt dat je concentratie afdwaalt, neem dan een pauze. Laat je niet afleiden. Sommige mensen zeggen wel, ja, ik kan wel multitasken. Nee, dat kan je niet. Als je juist gaat multitasken, dan ben je veel langer bezig met je bepaalde taak. Stel, je bent bezig met school, maar je bent ondertussen ook, bij wijze van spreken, YouTube-filmpjes aan het kijken. Dan ben je er eigenlijk veel langer mee bezig. Dus focus je op 1 ding, rond dat af, voordat je overgaat naar een nieuwe taak. Want als je 2 dingen tegelijk gaat doen, dan denk je misschien, het is efficiënt, want ik doe 2 dingen tegelijk. Nee, uiteindelijk ben je er veel langer mee bezig. Dus laat je niet afleiden door dingen. Ga niet multitasken. Zorg dat je ook geen afleidende elementen om je heen hebt. Sommige mensen vinden het fijn om muziek te luisteren tijdens het studeren of tijdens het werken. Dat kan voor jou eventueel helpen om je af te sluiten of een noise cancelling koptelefoon te gebruiken. Neem pauzes van schermvrije momenten. Ik betrap mezelf erop dat ik 90% van de dag achter een scherm zit. Al mijn colleges zijn online. Dus dan spendeer ik ook een hele grote tijd achter een scherm. Mijn opdrachten moet ik op mijn computer maken. Daarnaast spendeer ik mijn vrije tijd achter een scherm. Dus wanneer ik niet achter mijn laptop zit, zit ik misschien wel achter mijn telefoon. Mijn ogen zijn te erg op het scherm gericht. Vandaar dat het echt belangrijk is
om eventjes een pauze te nemen weg van deze dingen. Ga wandelen, ga even sporten, ga iets anders doen wat niks met socials en schermen te maken heeft. Wat ik zelf ook heel lekker vind is een meditatie doen tijdens het werken. Of een yogalesje, mm-hmm. om ook gewoon even lekker je hoofd op iets anders te zetten. Je krijgt zoveel informatie binnen natuurlijk. En ja, je bent even helemaal lekker in je eigen bubbel. En dat is heel fijn ook voor je motivatie en je concentratie, merk ik. Okay. Dus als ik iets van een tip kan geven, dan is dat het, ja. Organiseer een virtuele koffie- of borreldate met je collega's of studiegenoten. Ik doe dit regelmatig om mezelf, maar ook anderen te motiveren. Want ja, ik spreek eigenlijk bijna niemand meer face-to-face in real life. En daarom is het ook wel fijn om op deze manier toch met elkaar in contact te blijven. Helemaal als je je klasgenoten bijna nooit meer ziet. En het is gewoon fijn om toch je hart te kunnen luchten over dingen. Elkaar te motiveren over de studie. Noem het allemaal op. Dus plan zulke momenten in. Want ik garandeer je dat je na zulke momenten denkt van, oh ja, ik ben niet de enige die hiermee struggelt. Of dan heb je toch wel even je sociaal momentje gehad. Zoek een balans tussen privé en werk. Je zit als het ware opgesloten in je eigen huis. En omdat je werk, studie, privé onder één dak valt, is het heel erg lastig om je tijd te managen. Dus bepaal voor jezelf hoeveel uur per dag je aan werk of school besteedt en hoeveel uur je per dag aan privé dingen besteedt. Al eerder had ik gezegd dat een vaste werkplek binnen het huis ontzettend fijn kan zijn, want dan is dat je werk- en schoolplek. En dan is bij wijze van spreken je bed, de woonkamer, wat voor plek in het huis dan ook, je chillplek, je privéplek. Het is belangrijk dat je bepaalde dingen gewoon gescheiden kunt houden. Want het loopt al zo in elkaar over. En soms heb je het overzicht gewoon niet meer. Of dan heb je niet eens het gevoel dat je aan het werk bent of aan het studeren bent. Het is een lastig dingetje. Maar zolang je ermee bezig bent en er bewust van bent, kom je al heel erg ver. Lucht je huis. En daarmee bedoel ik, doe af en toe je ramen open. Het is ontzettend fijn om af en toe verse lucht in huis te hebben. Als je constant binnen bent, verslechtert ook de luchtkwaliteit in het huis. En je wilt je gewoon goed kunnen concentreren, genoeg zuurstof hebben. Want sowieso doorluchten met je raam. Ik merk het echt als ik even mijn raam, als ik van lunch heb, mijn raam openzet. Dan heb je gewoon even weer die frisse lucht in plaats van ook die warme lucht die je echt inademt. Dat werkt ook top. Dus doe dagelijks eventjes je ramen open. Doe je gordijnen open. Want zonlicht helpt ook om productief te zijn, energie te krijgen. Zorg dat je voldoende beweegt. Omdat je de hele dag thuis bent, zijn de enige stappen die je maakt, misschien naar de keuken en weer terug naar je werkplek. En dat is natuurlijk niet goed voor je gezondheid en je energielevel. Dus spreek met jezelf af dat je dagelijks eventjes naar buiten gaat. En als je een druk schema hebt, kan het ook zo zijn dat je gewoon vergeet om te bewegen. Dus mijn tip daarvoor, plan het in. Zet een wekker of ga altijd tijdens je lunchpauze even naar buiten. Maar zorg gewoon dat je voldoende beweegt, want je merkt echt wel het verschil. Ik probeer mezelf ook wel echt breaks te geven. Dus ik yoga tussendoor of ik ga lekker een uurtje wandelen. Ja, dat je wel gewoon in beweging blijft. Dat alles, ja, je zit natuurlijk al zoveel thuis. Weet wanneer je moet stoppen. Ik heb de neiging om constant aan te staan en aan het werk te zijn. Voor school, voor mijn eigen werk. Ga zomaar verder. Maar weet wanneer het genoeg is. Je hoeft niet tot midden in de nacht te werken. Je lichaam heeft ook rust nodig. Dus voer alleen dingen uit als je er echt energie voor hebt. Ik heb gewoon geleerd door waar we nu in deze situatie, dat het ook oké is om een dagje gewoon een keer wat minder te doen. En dan denk ik, nou weet je, morgen weer een dag. Elke dag ziet het toch hetzelfde uit. Dus nou, dan doe ik morgen wel weer wat meer. Nee, ik pieker daar niet zo om. Ik luister gewoon super goed naar mijn lichaam. Ik vind het echt niet chill als ik maar half werk oplever. Dan heb ik liever dat ik er echt volledig voor ga. Zorg dat het een routine wordt. Als jij niet gewend bent om elke dag om 9 uur gelijk aan de slag te gaan, dan ga je het ook nooit doen. Nou, ik heb sowieso echt een heel vast ritme. Dus ik sta altijd rond een uur of half acht op. Mm-hmm. En
ja, ik zorg dan ook altijd voor dat ik wel rond een uur of vijf, vooral met social friends, gewoon echt stop. Dat ik gewoon, weet je wel, kantooruren wel goed aanhaal. Ik heb ook dagen ertussen zitten die totaal niet productief zijn. En dan heb ik daar gewoon vrede mee. En dan probeer ik het een ander moment nog een keer. En als je eenmaal bezig bent om een routine op te bouwen, dan gaat het uiteindelijk wel vanzelf. Geef het de tijd, zorg goed voor jezelf en luister naar jezelf. Dus luister naar je lichaam. Het gaat eigenlijk allemaal om de juiste balans. En heb je nou behoefte aan extra motivatie? Bekijk dan motiverende video's of motiverende quotes. En laat vooral in de reacties weten op wat voor manier jij thuis werkt. En wie weet kunnen wij elkaar hiermee helpen.